with smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Beste broeders en zusters, dit wereldse leven heeft Allah Jalla wa Ala voorgeschreven en geschapen om ons te testen daarin. Om te kijken hoe wij daarin zullen zijn. Zullen wij gehoorzaam zijn aan Allah Jalla wa Ala? Of zullen wij ongehoorzaam zijn? Zullen wij dankbaar zijn of ondankbaar zijn? Het is een test en een toets van Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die daarin slagen, zullen dat merken yawm al-qiyamah. Degene die daarin goede daden verrichten, zullen dat yawm al-qiyamah treffen bij Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala zegt in de Koran, wie een goede daad verricht ten grootte van een mier, zal yawm al-qiyamah deze daad treffen. En de beloning daarvan zal aanwezig zijn. En omgekeerd ook. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam was de meest vrijgevige persoon. Hij weigerde niemand die wat vroeg. Hij hield ervan om uit te geven. En zijn vreugde voor uitgeven was groter dan de vreugde van de ontvanger die zijn liefdadigheid ontving. Zo was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo dienen wij ook te zijn. Want la shak, onze behoefte aan het geven van liefdadigheid is groter dan de behoefte van de armen die liefdadigheid ontvangen. Naam, want wij zullen deze liefdadigheid zullen wij hard nodig hebben, yawm al-qiyamah, op de dag dat niets baat, geen bezittingen baten, geen kinderen baten, behalve een zuiver hart, behalve iemand die goede daden verricht heeft. Want iemand die sterft, die wordt gevolgd door zijn bezittingen en door zijn naasten en door zijn daden. En twee zaken komen terug. Zijn bezittingen zullen achterblijven in het wereldse leven. En zijn familieleden zullen achterblijven en zijn kinderen, behalve zijn daden, zullen met hem meegaan. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, iedereen zal gesproken worden door Allah. Ik wacht het meer te hebben. Zacht kom. Waaruit kom je balk? Beste mensen, elke behoeftige krijgt ook een zakat. Dus mochten mensen nog zakat willen geven, dan kan dat natuurlijk uiteraard. Zal je op zacht komen? Laan. Ze is een beetje ziek, ze geeft me net aan dat ze ziek is. Luister even, hè? Laan, zal ik hem? Laan me, want die nodig. Amin. Zal ik hem? Hij zei: je zal naar rechts kijken en je ziet jouw daden. En je zal naar links kijken en je ziet jouw daden. En je zal voor je kijken en je ziet de hel. Hij zei: vrees de hel. Ook al is het maar met een halve dadel die je geeft aan die dadigheid. En als je dat niet hebt, dan met een goede woord wat je uitspreekt. Ibadallah, goede daden zijn veel. En de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala zijn hoog.